We gaan je uitleggen wat het verschil is tussen direct en indirect gillen. Want er zit best wel een groot verschil tussen. Klopt. Bastiaan, vertel. Ja, best belangrijk ook wat je zegt. Er zit een groot verschil tussen. Want bij direct gillen dan heb je een korte bereidingsperiode. En bij indirect gillen heb je een lange bereidingsperiode. Dat geeft ook een beetje aan van wat voor producten je dan op die manier kan bereiden. Ja, want er zijn echt wel verschillende producten die op direct kunnen. En andere die indirect kunnen. Ja, precies. Denk klein stukje vlees. Zoals een satéetje, die grill je direct. Ja. En een groot stuk vlees doe je indirect. Want het heeft langer gaartijd nodig. En dan is indirect beter. Maar ook een andere techniek. Kom, loop met mij. De gasbarbecue, het kan op elke barbecue. Op elke barbecue, ja. Gaan we straks even kijken hoe we dat doen. Maar we beginnen even bij een gasbarbecue om in ieder geval techniek uit te leggen. Ja. Nou, hier hebben we de gasbarbecue met twee pitten. Hè, pitje 1 en pitje 2. Als wij alle twee de pitjes aansteken, de gas, dan heb je overal warmte. Dus dan heb je een directe bereidingstechniek. Dus dan kun je gewoon volleggen met hamburgers, barbecue worstjes enzovoort. Ja, okay. Mooie producten, groente, vis, noem maar op. Dan kun je op die manier rustig bereiden. Indirect, dat wil eigenlijk zeggen dat je één gasbrander uitlaat en dat je er één aanzet. Dus dan heb je hier een gebied waar je de temperatuur hebt, daar kan je het product aanzetten. En hier heb je een gebied waar je zegt, daar kan ik hem neerleggen om te laten nagaren. Dus laat het op vlees houden. Als je een mooi stukje vlees hebt, wat groter dan normaal, die kan je hier aanzetten. En die kan je dan daar op een gegeven moment neerleggen, zodat je hem rustig kan laten gaan tot gewenste kerntemperatuur. Maar de deksel moet dan? Wel dicht. Open dicht? Ja, wel dicht. Met indirect altijd dicht? Altijd dicht. Warmte in de barbecue houden? Ja, maar ook met direct gillen kan je ook de deksel dicht doen. Ja, je kunt natuurlijk op ons YouTube kanaal kijken naar allerlei verschillende recepten voor het direct en indirect barbecuen. Dat was de gasbarbecue. Precies. We hebben natuurlijk ook nog een kolenbarbecue. Ja, hoe doe je dat eigenlijk met direct en indirect gillen? Ja, met gas was het natuurlijk wel duidelijk dat je dus een brander aan en uitzet. Met briketten is dat een hele andere techniek, want dan kan ik niet aan uitzetten. Ik doe even mijn sjaaltje af. Ja, dat is levensgevaarlijk. Want je weet niet, voor het weet dan doe ik ook mee in het barbecue verhaal. Indirect of direct bij de houtskool barbecue, briketten barbecue. Direct wil eigenlijk zeggen dat ik de hele barbecue volgooi met briketten. Ja. Wat vaak ook wel gebeurt, dat is ook vaak het grote probleem als we gaan barbecuen. Alleen maar briketten erin en dan verbrandt snel het product. Ja, dat gaan we anders doen. Nee, dat willen we niet hebben. Dus indirect. Hoe kunnen we dat doen bij een briketten barbecue? Nou, wat ik al zei, is dat je dan zones moet creëren. Dus ik doe daar een beetje briketten. En ik doe hier wat briketjes. Zo. Zo, je ziet trouwens wel dat vanwege die starten dat ze geweldig mooi rood groen zijn. Werkt goed, hè? Ik zet hem even hier neer. Supergoed. We hebben niet alles nodig. Maar wat je in ieder geval hier ziet, is dat ik nu ook weer zones heb gecreëerd. Ja. Ik heb hier mijn warmtezones. Dus dit is het gebied waar ik mijn product kan aanzetten. In het midden heb ik een zone zonder briketjes. Ja. En daar kan ik het product laten garen. Hoef je ook niet bang te zijn dat het aanbrandt? Nee, zeker niet. Nee. Dus ook dan weer. Natuurlijk het roostertje erop. Ja. Op die manier. En de deksel. En het product kan niet aanbranden. Dus eigenlijk wat je hier creëert is een hete luchtoven. Dat kan ik nog even laten zien, misschien even leuk. Is dat als ik mijn product hier in het midden heb liggen. Mm-hmm. En ik doe die deksel erop. Ja. Dan gaat de warmte van die briketjes gaat circuleren. En op die manier gaat per product heel mooi egaal. De warmte ligt naast het product, de hitte bromt, dus hij kan niet verbranden. Ja. En dat is ideaal. Nou, je ziet het al, wilt u geen verbrande producten, moet u het op deze manier doen. Ja, indirect. Dan werkt hebben we goed. De monolith. Precies, die hebben we hier staan, keramische barbecue. Nou, hier heb ik natuurlijk niet de mogelijkheid om verschillende zones te creëren. Zou je denken, ik kan alleen maar direct grillen op die barbecue, wat jammer. Nee, is niet zo. Daar hebben ze dus... Hebben ze wat op gevonden? Ja, als ik deze even aan jou mag geven. Ja, dat mag. Daar hebben ze een plaat voor gemaakt. Ja. En die plaat leg ik zeg maar op de vuuring. Zo. Dus heb ik en die houdt de warmte tegen? Juist, ik heb nu een scheiding gecreëerd tussen eigenlijk mijn hittebron en mijn product wat ik wil laten garen. Mm-hmm. Nou, dus, en dan moet deze erop, want ik wil natuurlijk nog wel ergens bij mijn roostertje kwijt. En dan kan ik die er weer op doen. Dus, en nu kan ik indirect gillen, want ik heb dus, mijn directe hittebron heb ik een schil tussen gelegd en nu kan eigenlijk mijn product weer niet verbranden. Nou, wil je zien hoe je dat moet doen?
Er komen allerlei YouTube-filmpjes op ons gratis YouTube-kanaal van Fire & Food TV. Hoe je diverse producten hierop kan maken. Hè. Ondertussen breekt Bastiaan bijna de hele barbecue af. Dat geeft helemaal niet. Komt allemaal goed. Dat komt helemaal goed. Bedankt voor het kijken. Vergeet u niet te abonneren op ons gratis YouTube-kanaal. En tot de volgende keer.